Wat zijn mogelijkheden om de veranderingen op het gebied van intimiteit en seksualiteit op te lossen of om ermee om te gaan? De veranderingen na een transplantatie zijn breed, als gevolg van bijwerkingen van medicatie die u gebruikt of bijvoorbeeld veranderingen in hormonen of een overactieve bekkenbodemspier. Misschien kan er iets gewijzigd worden aan de medicatie of kunt u verwezen worden naar een bekkenfysiotherapeut. Ook kan vermoeidheid een rol spelen. Het is dan belangrijk om intimiteit en seksualiteit beter te timen. Bijvoorbeeld in de ochtend of de middag in plaats van in de avond na een lange dag. Oplossingen op het psychologisch vlak zijn misschien wel het belangrijkst. Waarschijnlijk speelt een veranderd lichaamsbeeld en belemmerende gedachten. Dit komt vaak voor. Voor uw lichaamsbeeld kunt u stapsgewijs oefenen voor de spiegel en kijken naar het meest positieve deel van uw lijf. En dan langzaamaan het steeds moeilijker maken, terwijl u blijft focussen op wat u positief aan uw lichaam vindt. Werken aan uw lichaamsbeeld en het veranderen van uw gedachten kunt u doen met behulp van een hulpverlener of een psycholoog. Veranderingen in de relatie met uw partner die na of tijdens de ziekte ontstaan, hebben tijd nodig om weer terug te veranderen. Misschien heeft u wel lang in de rol van zieke en verzorger gezeten en wilt u nu weer terug naar het zijn van partners. Neem de tijd voor elkaar, plan tijd in de agenda en besteed de tijd aan dingen die partners met elkaar doen. Ook is praten met elkaar van groot belang. Op het gebied van seksualiteit zijn verschillende oplossingen mogelijk. De allerbelangrijkste is waarschijnlijk om meer tijd te nemen. Tijd om uw lichaam in de stemming te laten komen door bijvoorbeeld elkaar eerst te masseren of door af te spreken dat de geslachtsdelen even worden overgeslagen. Om eerst maar weer eens te ontdekken wat prettig is in het algemeen. Vaak is het ook zo dat de geslachtsdelen meer en langere stimulatie nodig hebben dan voorheen. Dit kan je doen door er meer tijd aan te besteden, maar bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van een vibrator. Verder zijn voor mannen erectiepillen een optie en voor vrouwen glijmiddel. Maar bedenk, seks is meer dan penetratie en beslaat het hele lichaam. Komt u er zelf niet uit, bespreek het met uw behandelaar of vraag een verwijzing naar een seksoloog en VVS.